even serieus. Was dat niet tof? Boy, ik was bij een barbecue, hamburger ding. Toen een goede vriend van mijn broer naar me toe kwam en hij zei, boy San, ik heb je e-mail nodig. Ik moet iets voor je sturen. En voilà, ik had de intro filmpje. Ik dacht, wat? Ik ga je eerlijk zeggen, ik was echt verrast. En dan bedoel ik niet, oh zo leuk. Ik dacht, oh my goodness! Zo verrast was ik. Zo trots. Want ik realiseerde me hoe alles aan het groeien is. Hey, mijn droom is net mijn baby. Jouw droom is ook net jouw baby. Het betekent zoveel voor je. Je waardeert het, je koestert het. En je wil zo graag dat het goed gaat. Het spookt zoveel maanden in je hoofd. Maar nadat je alles hebt gepland en alles op papier hebt gezet en alles hebt uitgestippeld, wil vaak twijfel naar binnen slippen. En hoe kom je eigenlijk op het punt om het echt te gaan doen? Precies dat. Doen. Doe het gewoon. Ik zeg niet dat je domweg schulden moet gaan maken en dingen moet opzetten en bla bla bla. Zoals ik al zei, je hebt het uitgeschreven, je hebt gepland. Dit en dit wil ik doen. Je weet precies wat je wil en hoe je het wil. Want sommigen van jullie moeten een lening nemen om je droom te realiseren. Dus ik snap dat het een grote verantwoordelijkheid is. Maar trust yourself. Het ligt vlak voor je. Je plan, je aanpak. Trust yourself, man. You got this. Ga er gewoon voor. En ik weet dat het eng is omdat het kan falen. Het is je baby, je koestert het, er mag niets fout gaan. Maar je gaat het nooit weten als je het nooit probeert. Als je er nooit voor gaat, laat me het zo zeggen, want als je het gaat proberen, dan kan je het liever met rust laten. Maar gewoon als je ervoor gaat. En wat er ook gebeurt, welke drempels ook komen, je leert ervan. En je groeit ervan. Het is het belangrijkste van alles. Je groeit. Oké, mooi. Je hebt geleerd. Je bent ervoor gegaan. Je zit erin. Maar shee. Het is niet wat je wil, hè? Het is toch niet wat je wil. Dan wil ik jullie wat vertellen. In 2010 kreeg ik een scholarship om te gaan volleyballen in Amerika. Het leek wel een droom die werkelijkheid werd. Want sinds mijn 14e wilde ik al weg voor sport. Maar along the way, na 8 maanden, bleek deze droom niet meer de mijne te zijn. En toen ik terugkwam, toen bleek het dat het meer andere mensen hun droom was, dan het echt mijn droom was. Ik was gegroeid en ik had een andere passie gevonden. Er was iets anders waar ik voor wilde gaan. Mensen hebben me dat echt kwalijk genomen. Omdat het in Suriname bijna een feit is dat je niet ver zal komen als je hier blijft. Maar toen ik besloot om terug te komen, heb ik mezelf 1 ding geleerd. Niemand bepaalt jouw droom voor jou. Nooit meer in je leven. Je bepaalt je eigen droom en je werkt er keihard voor. Zodat niemand je ervoor kan afrekenen. Je zal moeten zweten om je droom te bereiken. Je zal zo moe zijn. Maar jouw passie zal je zoveel energie geven. Elke dag weer. Jouw liefde zal je drijven om te bereiken wat je wil bereiken. Wees eerlijk naar jezelf. En laat je hart uitvinden waar het voor wil leven. Geef jezelf de tijd. Leer jezelf kennen. Maak je niet te druk met wat mensen gaan zeggen, met wat mensen gaan denken. Wat wil jij? Weet je het nog niet? Vind het daaruit. Zoek het uit. Maar zit niet te piekeren en te doen alsof anderen je leven controleren. Je hebt je leven zelf in handen. God heeft je een talent gegeven. God heeft je een passie gegeven. Neem je tijd om het te vinden en om het te ontplooien. Ik geloof in mezelf. Niet omdat ik twijfel wil zeggen dat ik niet geloof. Twijfels horen erbij. Twijfels houden je alert. En ze laten je scherper denken en verder nadenken over dingen. Maar laten die twijfels je niet ophouden. Ik geloof in het talent dat God me heeft gegeven. En ik geloof ook erin dat jij het hebt. Ga ervoor. Be strong. Be you.